90.000 klanten van COGAS hebben vandaag een brief gekregen met excuses en informatie. De netbeheerder zegt de impact van de overstap niet goed te hebben ingeschat en zit behoorlijk met de commotie in de maag. We hebben hier de tijd voor genomen om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar zijn we, dat is operationeel best nog een ingewikkeld proces. Achteraf gezien hebben we niet de goede inschatting gemaakt over de tijd die de klanten hadden om de overstap te maken en over de vergelijkbaarheid van het pakket. En daarvoor bieden we onze excuses aan. En daar blijft het niet bij. Kogas belooft dat mensen vanaf volgend jaar kunnen kiezen uit meerdere providers, waaronder een aantal onafhankelijke. Met die keuzevrijheid hoopt Kogas een deel van de kritiek weg te kunnen nemen. Een ander probleem, het verdwijnen van e-mailadressen, kan niet opgelost worden. We adviseren de klant om een provider-onafhankelijk e-mailadres aan te maken. Daardoor kunnen klanten er nu al voor kiezen om een ander e-mailadres aan te maken, waardoor de overstap. Uh, dat je daar wat meer tijd voor hebt en waardoor je als je in de toekomst overstapt, doordat er keuzevrijheid komt, uh, dat je die problemen niet nog een keer hebt. Grote vraag is hoeveel mensen inmiddels hun abonnement hebben opgezegd. Daarover kan Kogas niet zeggen. Wat we denken is dat we een, een zeer goed aanbod hebben voor ze. En um, wat van belang is dat het ultieme doel, namelijk het hebben van keuzevrijheid, dat we dat nu kunnen aanbieden per 1 januari tussen vier partijen en per april volgend jaar tussen vijf partijen. Uh, dat is het allerbelangrijkste en het is aan de klanten voor welke partij ze kiezen.